zonder ondergrote heren. Follow the leader. Daar gaan we. Ja, beste kijkers van RTV Parkstad, smullen met Wim. Niet in de sneeuw, niet in de kou, niet in de regen. Nee, gewoon lekker binnen in een theater en een heel mooi theater. We zijn namelijk in het oud home van onze vriend Lex. We zijn namelijk in het cultuurhuis in Heerlen. En daar speelt zich wat af. Nou, wat speelt zich daar af? Kan ik u vertellen. Hier wordt opgenomen Hingertje en Herjot Svot van het illustre duo Paul en Leo. En die gaan hier weer een heel groot feest van maken. Alle voorbereidingen lopen nu. Trouwens, die uitzending gaan we ook maken en die komt op tv op 3, 4, 8 en 9 februari. Maar volg daarvoor eventjes de website of zo, dan ziet u de tijd en wanneer het allemaal gebeuren gaat. Maar in ieder geval, we zijn hier vandaag bij Paul en Leo, Hingertje en Herjot Svot, Loemelee, alles komt voorbij. We gaan er weer een feest van maken. We komen hele leuke, bekende mensen tegen, fijne artiesten. Daar gaan we eens allemaal even een praatje mee maken. En we beginnen met de toneelmeester. Volg u mij maar. Toneelmeester. Jongen, we zijn doen allemaal. Ja, we hebben hier een paar hele leuke groepen die ieder jaar terugkomen. En die bestellen zo hele meute kaarten. En ja, die vinden het fijn om bij elkaar te zitten. Ze zijn allemaal vrienden van elkaar. Dat zijn vrienden van elkaar, maar hier zitten bijvoorbeeld mensen met een beperking. Aha. En die willen natuurlijk wat vooraan zitten. Niet helemaal vooraan, want dan krijgen ze alle aandacht. Dat hoeft ook alweer niet vanavond. Nee. Die willen lekker genieten. En ja, die zet ik dan bij elkaar. En dat is gewoon op speciaal verzoek, maar ook als we een grote sponsor hebben. Dan zorg ik dat die mensen ook wel bij elkaar zitten. Want er moeten natuurlijk ook zaken gedaan worden vanavond. Dat is heel belangrijk. Ja. Nou, doe jij je zaken ook, zorg dat alles netjes komt. Dan hebben de mensen tenminste de goede plaats. Nou, doe je. Ja. Hoi je. Even terug in die oud vak. Ja, in die oud. Ja, want er was vroeger etaleur, hè? Daar loopt ze altijd met die etalagepoppen te klooien. Ja, dat heb ik 27 jaar gedaan. V&D, hè? Bij Vrome Dreesman. En wat me opgevallen is, wie stoel wegging, ze wordt met V&D afgelopen. Ik weet het. Wat afgelopen? Ik ben gewoon net gaan shooten. Hé, hey, jongen, wie geeft het? Goed? Ja, goed. Veel werk, maar wel erg leuk natuurlijk. Ja. En inmiddels de laatste avond wel. Maar even geen angst, dat moet ik enorme boost geven als de zus wie die luzig hier amuseren. Ik heb het van de week gezien, fantastisch. Is ook zo. En je hebt echt een leuk gezelschap in elkaar gezorgd. Heb je er elke keer dezelfde lui op? Nee, vooral een vaste crew, maar we verwerken ook altijd met gasten. Aha. In de gas of twee of drie gasten. Ja, ja. Die poetsvrouwen die logen de deur. Geweldig, toch, ja. En ik moet zeggen, de buurt erin nog super. Ja, ver, geweldig. Ja, echt. Schön buurt, vond ik zelf ook. Ja. Heel leuk. Is een keer anders. Ja, en dan dat Klingwerm Theater natuurlijk. Want dat is ook fantastisch. Wie vlugen die in? Qua zitplaatje ongeveer een 215 dagen ongeveer zo gaat. En is elke keer goed verkocht, hè? Elke keer goed verkocht. Ja, vooral een super luxe eigenlijk dit jaar. Ik geloof anderhalve dag. Aha. Zij ze niet van we doen het nog een dag extra? Of, maar ja, dat moest ook met de lubie elkaar kunnen krijgen. Moesten de lubie kennen en het is alle onkosten wel aan zoeken. Ja. Dus ik zou zeggen, toi, zet hem op. Dankjewel, ik ga naar die compaan in het kraai, even kijken. Fijn. Maar dat is allemaal in de schmink zitten. Hè? Ja, dat denk ik wel. Dat heet het nodig toen niet. Ja, ik weet het. Bij Paul en Leo is alles op zijn plaats. Leo is italeur, dus de kussentjes gewoon te leggen. Hoi. En Paul is hier de boekhouding aan doen. Dat is dat maar wit. Als dat uitgevonden had, dan moeten ze stroven. Ja. Oh man. Hé jong, wie geeft het goed? De laatste dag vandaag. Ja, dat is de laatste dag vandaag. Ja. Goed, wel in hier in het theater zitten, zo. Ik denk dat we alles vol een kliederiek hebben. Wat voor een. Ja, dat weet ik niet. Dat is een hele rare man. Dat kunt af en toe aanwijzen en zo. En we zijn nog heel vroeg met de regeer trouwens. Ja, maar ik mag zeggen, ik ben niet zo van de buurt, maar dat vond ik wel een hele goede tijd hoor. Ja, dat wordt hoog. Super. Stiekem niet de hel zagen, want hij huurt dat. Oh, dat lukt wel toevallig. Ken het toevallig zijn. Ja. Hey, nee, maar ik heb ook van Leo begrepen, elke keer heb je er een standaardbezetting eigenlijk. En daar komen het Lubie. Er komen gasten bij. Ja. Wie is dan aan Arno Dekkers gekomen? Dat is ook een keer komen aanwaaien, over de duur niet. Gewoon touw gemaakt en stongen in. Een keer stongen binnen. Ik verken Arno al 100.000 jaar. En uitkerig gewoon, vooral samen de Wingbühler-revues gedaan en een hoop onzin uitgehaald allemaal. En op enig moment deed zich een rolvuur, dat wordt eigenlijk geknipt voor hem. En dan van hem gevraagd, van of ze er wel zin in had. En had hij dat gedaan, is een gast ervaring gehad, heel lang, hè? Nee. Ik denk dat hij wel een auto van het gezelschap is. Ja, zeker, dat je druk tot de prehistorie.
Daar was de Hansenkerk, er worden ook botten van opgegraven. Echt van, waar? Ja, zieke, ja, joh. Maar daarom zijn ze heel aan het graven, tot ze misschien nog botten van dichtvingen. Ja, dat weten ze niet. Dat weten ze nooit, hè. Ja, voorwerk het ouder. Hé, jongen, ik wens je heel veel succes. Toi, toi, toi. Gaan we hier met de boekhouding? Ja, dat moet. Zullen we dat alles eerlijk verdeeld is? Sowieso. Er is nog een beetje van kerk al binnengekomen. Er zit hier de kerkraad zijn klaar. Hansen zo gezag de duur toe te horen. Oh, nou is het een kerk, hoor, jong. Het had je sneed gehad, zo wie hij ook wel. Ja. Met Jort Fatsoen ben ik hierin komen. Ja. Maar dan hebben ze een kerk, hebben ze door Joep, en die hebben ze er heel Jort voor. Wat is nu leuker? Door Joep. En wat baseer ze dat op? Nou, ik baseer dat op. Kijk, ging haar Jort voor, dat is een zo'n beetje. Waar dat is. Jet zagen, om Jet ze zagen, snap ze. Vier hand hing haar Jort terug. Een rustig café. Nee, pas. Ja, een café. Kijk, vier hand hingen Herjot terug. Kijk, dat staat nog het vuur. En door Joep, dat zal ook het vuur. Maar wat had ze een ezel en daar hingen Herjot voet. Dat zegt me toch niet. Maar. Ja, maar kijk, ik denk toch nog een beetje in de traditie dat kerkhof toch een beetje meer. Cultuur staat, ja. Ze zag de vreugde altijd in de kerken woont of een kloon of een accordeon spelen. Wat bestoel? Ik ben een kloon. Dat houdt ze niet voor. Dat houdt niet voor. Hé, jong. Ja. Leuk dat je gesproken hebt, zet hem op. Ja, wel let ze maar nu. Toi, toi, toi. Ja, dank je. Ja? Het had dreimeltje klapt, dat klapt door te veel. En zorg dat ze de cheque metnemen. Ja, ik heb voor u cheque, ik heb voor u betaald. Maar wel zonder vloeitjes. Oké, okay, dat is joh. Adieu. Ja, jong. Hier staat meteen de volgende. Ik heb net het gezag hier, en dat mocht ik eigenlijk niet zeggen. Ik vond dat zo fantastisch spelen. Ja, hij speelt geweldig, Joop, moet ik zeggen. Nee, dat meen ik echt. Nee, dat meen ik echt. Ik stond niet bij Roger Latastra, dat is zijn stem kwijt. Ja, zijn stem kwijt. Ja, daarvoor moet ik dat vertalen. Dat is kieken lekker hier nergens. Nee, ik sta wel wat met... Wat? Hoe zei ze het? Het is Jot bezig. Hij voelt zich lekker in die rol. Dus wat dat betreft... Ja, zeker. Ik had hem geleerd om angst te zien als we hier omhoog waren. En toen had hij dat zoeje door. Wie dat je... Hoe heb je de afstandsbediening? Nee, ik ga geen afstandsbediening. Ik zie als in een kop. Wat? Kijk, aan het hart. We liggen dus aan het hart. Ja. Ja, zeker. Hé. Hey. Ja, bij die wingbullen zet. Ik ken allemaal op podden. Adieu, wa. Ik heb nou wat meegemaakt, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dan zegt een man tegen mij, heb je een half uurtje tijd kunnen? Ik zeg, waarom dat? En jij zegt, ik wil 5 minuten met je praten. Luister die maar. Ik wil ook even wat zeggen, want ik ben wel popot van de naam. Namelijk niet mijn eerste keer hier, maar ook niet de tweede. Maar misschien de derde, maar dat weet ik niet zo goed. Maar ik ben wel een nerveus een beetje. Ja, jullie? Hoe ben je terechtgekomen dan? Ja, maar ja met de auto, door de sneeuw heen, ja. Nee, maar ben je hiervoor gevraagd voor de... Ja, ze hebben mij een keer gevraagd. Die andere uit Kerkade met die kale kop, die Roger. La had mij gevraagd. En kom eens kijken, ben ik gewoon kijken. En ja, al die jaren heb ik slapen in die café. En nu zijn we weggegangen. Maar toen was eigenlijk verkopen van Gert, hè? Ja, ik ben heel erg succesvol in het verkopen van bijbels. Zat ze graag voor wie deed dat? Maar dan gewoon, ik ben een stapel bijbels onder de arm langs de duren. En dan ben ik aan en dan zei ik, mevrouw, wil er een bijbel kopen of zal ik voor de duur vuur lezen? En dan kopen die meestal wel in de bijbel. Dankjewel, de 4 minuten zijn er. Met half horen ze hem. Adieu. Ja, hier in Heerlen, in het theater van het Cultuurhuis, daar kom je allerlei mensen tegen. Rondtrekkende circussen, artiesten, clowns, harmonica-spelers, maar ook de mannen van Wir sind Spitze, jongens, Jos en Peter. Ja, goedenavond. Wat speelt hier van Rolly? Ik speel vandaag boekfluit. Boekfluit? Ja, ken ik ook heel goed, dat weet ze dan niet. Als ze maar op de boek zitten. Ja. En ik niet op gitter vandaag. Nee, vandaag gewoon op trompet. Gewoon op gitter, ja. Nee, want normaal trekt er ze altijd zelf rond, maar nu zit er in een sessiebandje. Ja.
En gewoon alleen maar één instrument. Ik zong dingen alleen maar op de saxofoon. Ja, saxofoon en op het laatste klarinet, maar het was je naam, denk ik. Ja, toen moest ik gewoon, joh. Ja, dat was de tranen in de ogen, denk ik, dan moet ik gewoon doen. Nee, maar dat is leuk. Ja. Maar het is leuk om dit te doen. Ja, geweldig. Ja, heel leuk. Voordat het al 5 jaar volgens mij gaan. Ja, voor corona al, ja. Ja. En de stel figuren bij elkaar, hè? Ja, dat is lachen, man. Dat is, en ik moet wel zeggen, topband. Allemaal kampioenen. Want ook de drummer vanochtend dit met. Ja, dat doet met. Ja. En door de wijk, hè, moet voor de vrouw weg. Hè. We moeten zoveel mogelijk toes weg zijn. Dus. Nu zag ik dat in Hulsberg hebben ze mij gehoffeld met een rapper de auto in brand. Ja, heb ik gezien, ja. Ja, ik wou het niet. Nee, ik wou het niet. Geen jaloezie. Nee. Voor mij is de baas in de brand mogen steken. Ja, dat is een groot verzekering. Ja, dat bedoel ik. In de brand, uit de brand. Dat bedoel ik. Hey, en wie zijn spitsen, wie geeft dat? Geeft dat goed? Ja, want die plaat die geeft wie een komeet. Ja, die geeft in Duitsland, dat is niet normaal. Dat schutsengel. Ja. Daarom kiezen ze nooit brandende auto als een schutsengel. Ja, dat klopt. Hé, mannen. We zitten hier vlak voor de start. Je moet nog gewoon prepareren op de strijd. Ja. Gewoon warm lopen. Ja, moet ik nog in het gezicht. En blazen. Moet er nog in het gezicht. Hoe heb je dat niet nodig? Doe een flesje bier drinken. Doe gaar eens niet. Ja, want alcohol is een van de drijfveren van Weerzitspizza. Wie komt ze daar bij? Ik heb nog nooit een orkest gezien met een tapkast in de piano. Zeg je goed, ga ik spelen. Adieu, hoor. Oh ja. Jong, we stonden hier aan de teek, maar je kreeg ze niks te drinken. Wat is dat? Oh, jawel, het is geregeld. Kunt gaan. Maar du mocht niet drinken. Oh, jawel, dat is de chauffeur. Je bent bestuurder van Paul en Leo. Ja, dat klopt. Je bent bestuurder van Paul en Leo. Dat is een gimmick die geboren is in het verleden. Houdt te maken in een tiet bij de Wingulen. Waar ik toen vuurzitter was. En daarna stopte dat. En toen zag de Paul en Leo, 4 hebben we ook een bestuurder nodig. En dat betekent dat ik gewoon de titel heb, bestuurder van Paul en Leo. Maar dat betekent ook dat ik 1 keer per jaar moet ik een ronk varen, chaufferen naar hun optredens. En dat is vandaag gebeurd? Nee, dat is niet vandaag gebeurd. Dat moet nog tijdens het seizoen gebeuren. Misa durft er wel die in zich. Nou is ook nog een of andere functie in de totale carnaval van Limburg. Ja, ik ben Ierse vicepresident aan de Nergens Europese Gemeenschap. Dat wil zeggen dat zeg dat nog eens. Ik ben dus vicepresident van de Nergische Europese Gemeenschap. Dat is van Europa nog? Ja, daar ben ik. En ik ben hier voorzitter van de samenwerking in de Limburgse Wasselovensvereniging. Dus dat is ganz geen ander knekkeren, jong. Ja, en de Nergische Europese Gemeenschap had dit jaar als Nergische Tourhoofdstad Köln, die bestond 200 jaar. En volgend jaar, heel toevallig, komen ze naar Weert. En dan werd Weert als eerste Nederlandse en Limburgse stad de Nergische Tourhoofdstad. Ah, wat goed. Ja. Hier is je nog een schuif. Ja, groot nieuws, hè. Groot nieuws. Hoe zijn we voor ander nieuws? Hoe zijn we voor Paul en Leo? Ja, we moeten naar die jongen gaan kijken. Gewoon kijken. Amuseer dit. Hier, waar. Ja, ik ben niet zo van de buurtreders, maar ik heb zelden zo'n goede buurt gezien als dat Geer gemaakt heb. Nee? Nog beter dan het stukwerk. Dat is nog nieuw, hè. Dan hebben ze weer nooit echt een stukje doorgezet. Nee. Met de glitter. Oh. Ja, dat is toch alles biedig, dat laat gewoon. Ja, goed, dat was een beetje. Zeg maar, wie, ik ben maar een simpel op dat gebied, maar wie komt zo naar ons? Ik vond het geweldig. Ik vond het wel echt goed het leven gegrepen. Gewoon simpel, gewoon leuk, zoals het leven is. Ik heb een paar keer zo'n knooier en toeschat. Echt waar? En ik denk, ja, dat wordt niet voor te lachen, maar ik denk, dat kan ze ook lachwekkend vertellen, dus ja. Nee, maar ja, goed, dat wordt... Nee, maar ook wie ze dat deze keer, fantastisch. En ik zag het alles voorbij komen, want ik ken veel Polen, ik heb ook wel eens met Polen gewerkt. Ik ben een half jaar met een Pool metgegangen voor te leren. Dat echt streken waar? Met die, ja. Maar dat deed ze goed. En daarvoor zijn die schoenen ook. En maakt ze dat elke oven fris, ja? Ik heb een nummer, daar zit dat kan niet klagen. Het is wel echt stukje. Hey, maar het is echt, ik mocht je echt een compliment geven. En, dankjewel. Van de week was ik hier in schminken met baby talkpoeier. Ook? Ja, dat moest je het knooien. Hè. Ja. Ik neer alleen toes, maar je moest ook het knooien. Jong, succes. Ja, dankjewel. Hey carnavals, kijk vanuit mijn streeks. Ik stond hier bij het duo X en L. XL. Wie is X en wie is L? Dat maakt zich zeker. Jo? Ja. Ze zingen de poetsvrouw van mijn streek. Ja, nu hè. Vrouw, in Duitsland hebben ze vrouw Zauberman, zit er dat ook? Ja. Ze maken alles zuiver. Echt waar? Ja, alles. Ja.
En ik heb zelf gezien van de week. Oeh. Zit je alleen geweest dan? Ja, tuurlijk. Ja. Ik ben extra vroeg teruggekomen. Oeh, dat moeten we hebben. Wat moet ik ze brengen een blik? Wat stoer dan een woordenstoel? Of dicht dat of... Dat. De arme man, de houdt zich over de tong zoet diep in de keel geduwd dat ze hem de hartklep toe gaan duwen. Ja, ik wou ze naar mandelen wegstoeten. Zo gaat dit niet, dat is een fatsoenlijke en ik ben de chaos. Ik ben chaos. Maar ziet je carnavalskeek? Kijk eens hier, carnavalskeek op mijn streek. Nee, die... dat ja, maar dat kind ze poetsen. Ja, verpotsen ze geren. Ja. Voor eten eigenlijk, liever als dat verpotsen. Nou, dan gaan we eten. Rotje maken. Dank je. Allee, ja, hier gebeurt het allemaal. Hier liggen allemaal de microfoontjes van de lui die dadelijk het toneel op moeten. Allemaal de versterkers en ik weet niet wat allemaal. Hier kunnen ze nog af van achter de coulissen even metkijken wat er gebeurt op het podium. In elk geval, Smullen met Wim zitten we erop. Hartstikke leuk. Achter de coulissen van Hingerjen Herjots Ruk. Hingerjen Herjots Voort. Dat wordt een schot. Oké. Zo zit het ongeveer in elkaar. Maar in elk geval, het is gewoon genieten geblazen. Die geweldige show van die twee jongens uit Heerlen, Paul en Leo, die gaan er een spektakel van maken met allerlei artiesten voorbij. En je kunt erbij zijn, bij RTV Parkstad 3, 4, 8 en 9 februari. Dan wordt het gewoon vrug in de hoeskamer gebracht. Dus blijf op die bank zitten en kijk er nog. Adieu.